Ja, dames en heren, we staan nu bij een Berkelmotor en die is meer dan 100 jaar oud, is 22 pk en ik heb net gesproken met, hoe heet u? Egbert Kuipers. Egbert Kuipers. Wat leuk dat we hier die prachtige oude motor tegenkomen. Vertelt u er eens wat over. Dit is een Berkel uit Rotterdam, van de vleeswaren, snijmachines, weegschalen. Ze hebben 4 jaar motoren gebouwd, maar ze waren eigenlijk te zwaar, te duur. Deze is van 1919, weegt 3 ton. En als je dan een Kromhout had, een groot concurrent, de groeikop die verderop staat, die weegt 1900 kilo, dat scheelt een ton. Dus, alleen ze waren extreem zwaar gebouwd en goed. Waarom werden deze motoren zo zwaar gebouwd? Omdat ze eigenlijk moesten, de techniek was niet anders. Ze moesten goed zijn en er waren wel snellere motors, jonge, kleinere motors, maar dat, men vertrouwde het ook niet. En die ontwikkeling ging zo hard, als u, ik heb in mijn loods ook modernere motors staan. Iedereen zegt, wat moet je met die moderne motor? Terwijl het een tijd 180 jaar vooruit is. Dus in, vlak hierna, werden al, als je nu verderop, staat een motortje, de Kromhout LSD, die werd in 28 al gemaakt. En die was zo modern, alleen men dacht, dit is nog uit de tijd van een stoommachine. Een stoommachine ging mee 100 jaar, dus ze moesten goed zijn. Ze moesten er tegen concurreren dus? Ja, tegen een stoommachine concurreren, en dat is met alle techniek zo. Ik wil wel eens wat bewaren voor mijn zoon, maar de techniek achterhaalt het en dan wil hij het niet meer hebben. En dat is ook zo met motoren, dan houden ze dat vast. Toen de echte verbrandingsmotor kwam, werd de stoommachine natuurlijk totaal vergeten. Want die was veel duurder, was veel moeilijker in te bouwen. Dus het was ook zo, als je een fabriek had met een aandrijfmotor die alle machines aandreef. De machinist van die machine was vele malen belangrijker als de directeur. Want die hele fabriek draaide op die motor. Zo'n motor kostte ook meer als een arbeiderswoning. Ja, toen de tijd dan, hè? Tijd. Als je nou praat over kosten, wat kost dan zo'n motor? Of wat kostte zo'n motor? Van de Berkel weet ik het niet, maar de gelijkbaardige, die waren toch 3.000-4.000 gulden. Oh, dat was voor heel veel geld, hè? In de jaren 20, dan kon je een arbeiderswoning verkopen. Ja, zeker weten. En u heeft een loods, zegt u? Ja. Met nog meer motoren? Ja, we hebben een vriendenclub om me heen. En we hebben met elkaar een 50-tal motoren. En van alle Nederland had vroeger 60, meer dan 60 merken. In Meppel hebben ook 2 merken gestaan, HS en Timmer. Ja. We hebben die 2 nog niet, maar altijd hopen. Wie weet, hè, na deze uitzending. Heeft iemand nog eentje ergens staan? Ja. En u heeft dus in die loods. En mag ik u dan uitnodigen, want wij maken ook nog een serie en die heet Paradijsvogels. En ik vind u wel een paradijsvogel. Dat vind ik een compliment. Ja, dat dacht ik al. Daarom zeg ik het ook. Want ik ben van harte welkom. Ja. Kan u nou hierbij zeggen dat we binnenkort contact opnemen en dan komen wij een dag bij u filmen? Dat is helemaal goed. Tot nu toe wil ik u hartelijk bedanken. U zit iedere keer met uw hand naar boven. Waarom doet u dat? Er zit wat speling op de asjes en daarom gaat die wilje soms wat harder of wat zachter. Als ik nog niks doe, gaat die grip wat hard lopen en dan kan de wagen kan het niet hebben. Oh, want het is... We moeten daar nog een keer wat aan vernieuwen. Alleen dat is moeilijk, dat duurt even tijd. Het is... Hier gaat die harder. Dit is een oude dame, hè? Die oude dames moet je af en toe even temperen natuurlijk. Elke dame, hoe oud ze ook zijn. Maar daar hebben we het nou niet over. Nee, toch wil ik je even bedanken voor het interview.
En tot de volgende keer, zal ik maar zeggen. Dankjewel, is goed. Graag gedaan, graag gedaan. Ja, oké, dankjewel. Ja, dames en heren, we zijn op dit moment nog steeds in Meppel. En we staan hier naast een meneer die bij een stand staat met allemaal modelboten. Wat is een bijzonder hobby? Dat is inderdaad een bijzonder hobby. Het lijkt wel dat het een beetje uitsterft. Hè? De jeugd zit tegenwoordig steeds vaker achter de computer en met de telefoon. Maar ja, dit is echt het ouderwetse handwerk. En bent u dan lid van een vereniging? Ja, we zijn van modelbouwvereniging De Skipper. En we zijn ook een vaargroep. De Skipper? Oh ja, ik zie het op uw jas staan. Ja, ja, wat leuk. En kunt u mij eens vertellen wat ik hier zie? Nou, we staan nu naast een sleepobject. Zand- en grindhandel. Dat kunnen we met een sleepboot slepen of duwen. Heel realistisch gemaakt. Ja, we zien zelfs gasflessen om te lassen. Ja. Nou ja, heel veel detail in ieder geval. Oké. Okay. Daar komen we bij een supplier. Een supplier, dus een voorraadschip? Een voorraadschip zien we ook heel veel bij de booreilanden. Hij kan bevoorraden, hij kan slepen. Vandaar ook het vlakke achterdek. Hè? Voor buizen, containers. Ja. Om naast een booreiland te kunnen blijven liggen, heeft hij niet alleen een boegschroef, maar ook een hekschroef. Juist. En deze boten varen ook radiografisch? Klopt, ja. Ja, ik zie daar een radiografische zender staan. Dus klopt, met heel veel knopjes. Radar, brandspuit, geluiden, lier op, lier af. Alles erop en eraan. En diverse boten kunnen ook een lijn overschieten. Dat is ook een vraag van, ja, wat gebeurt er nu, hè, als een boot in het midden van de vijver stil komt te liggen? Nou, dan sturen we er een boot op af en die schiet een lijntje over met een weerhaakje. En dan kunnen we een boot terughalen. Een goed idee. Ja. Ja. En dan gaan we verder naar de Mammoet. De Mammoet, een echte oceaansleper. Ook weer met alles erop en eraan. Dit is een echte grote sleper, hè? Dit is echt een grote zware sleper, ja. Ja. Okay. En dan gaan we naar een kleintje. Rook uit de schoorsteen. Ja, fantastisch, hè? Van de clubleden.
Ja. Een kleintje, een binnenvaartsleper. Dat is deze ook die hiernaast ligt. Die heeft, ja. Die heeft een klein probleem, maar ik wil even wat laten zien. Ja. Want daar zitten draaiende shuttles aan de achterkant. En wat is het probleem? Dat is, nou, het probleem is dat een shuttle die had wat problemen. Nou, daar heb ik al een oplossing voor gevonden. Maar ik zie het. Even in de verf. Zo blijf je bezig. Ja, 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 ja. Maar u heeft ze allemaal ook zelf gebouwd? Ja. Allemaal die staan? Of? Nee. Er zijn natuurlijk ook boten van clubleden. Precies. En hoeveel leden heeft uw club? 17 totaal. Zo. Ze zijn niet allemaal aanwezig. Ook in verband met ziekte. En voor sommigen is het een beetje te ver. Ja, dat krijg je dan ook als je wat ouder wordt. Ja, klopt. En als kijkers nou zeggen van, dat vinden wij interessant, daar willen we wat meer van weten. Waar moeten ze dan zijn? www.mbvdeskipper.nl. Hoe zegt u dat? Deskipper.nl. Deskipper.nl. MBV van Modelbouwvereniging en dan deskipper.nl. Ja, ik herhaal het nog maar eens een keer, want je weet hoe het gaat, vaak op tv. Dan hebben de mensen direct niet het potlood klaar liggen om te schrijven. Dus vandaar ook www.mbvdeskipper.nl. Ja, ik kan u wel een hele mooie informatiefolder meegeven, maar goed, de kijkers hebben daar heel weinig aan. Ja, die hebben we. Ja, precies. Oké, ik bedank u hartelijk voor het interview. En wie weet tot volgend jaar. Graag gedaan. Komen we in elkaar opeens tegen, hè? Betters, de botenbouwer uit Meppel. Ja, zeg dat wel. Ja, Beroemd en berucht. Beroemd en berucht, Betters, ja. Maar hoezo ben je beroemd en berucht dan? Vertel eens. Nou, omdat ze me telkens op de foto zetten en op de film zetten. Ja, maar je hebt ook een mooie karakteristieke kop eigenlijk, om op de foto te zetten natuurlijk, hè? Dat, misschien wel. Misschien. Maar Betters, als ik hier zo op toen kramen kijk, dan zie ik van alles. Ja. En ik zie boten en ik zie vrachtwagens en een oud fregat. Een oorlogsfregat, zeg maar. En zeven provinciën. Dat is de zeven provinciën. Ja. En vertel eens, hoe ben je nou zo op dat die je komt om dit te gaan doen? Nou, ik kwam tegen pensioen aan en dan ben je wat dan hobby aan het zoeken. Om een beetje vrije tijd klaar te maken. En zodoende ik heb altijd wel een botenliefhebber geweest. En zodoende heb ik ook schepen gaan bouwen. Maar ja, nou vertel je. We vroegen ook wel houten wagentjes, boerenwagentjes en zo. En windmolentjes wel. En zo blijf je aan het hout bezig. En boten vind ik altijd interessant. Maar dan vertel je wel, ja, dan ben ik zo in één keer mee begonnen. Hè? Maar dan begin je me niet zo in één keer mee natuurlijk. Nou, dat weet ik niet. Maar dat hebben we wel altijd ingezeten. Vroeger heb ik ook wel eens bootjes gebouwd en ik heb veel gevaren. Ik heb binnenwater gehad, de zeevaart en 12 jaar op de zeevaart gezeten. Ik ben de hele wereld rond geweest,
Behalve Nieuw-Zeeland en Australië. Nou. Maar Amerika en zo, die kant wel op. Ik heb zelfs nog een half jaar in Vietnam gezeten. Zo. Voor de Amerikanen, benzine brengen, voor het vliegtuigen. Ja. Goh, dus je hebt een heel bewogen leven achter de rug eigenlijk. En toen ben ik aan de wal gekomen. Ja, wat zou je doen? Ben ik loodgieter geworden. Ja, bij Hulsbergen? Bij Houdel. Oh, bij Houdel. Bij Jan Houdel. Eerst bij Jan Houdel. Ja, ja. Toen van Jan Houdel naar Hulsbergen. Ja. Toen naar Zuidwolde. En naar Hogeveen. Toen weer bij Houdel. Toen weer bij Hulsbergen. En het laatste ben ik weer bij Houdel terechtgekomen. Marinus was dat, hè? Marinus Hulsbergen. De laatste moment. De eerste niet. De eerste was Wieger nog. Ja, ja, ja. Ja. En Jan Houdel, dat was ook echt een Mr. Meppel, zeg maar, hè? Ja, Mr. Meppel was dat, ja. Ja. Ik wist ook heel veel van Meppel af, hè? Ja, ja. Maar, nou zie ik ook vrachtwagens staan, hè? Ja. En vertel daar eens wat over. Hoe ben je daar toe gekomen om die vrachtwagens te gaan bouwen? Die heb ik niet gebouwd. Oh. Die hebben meneer Bonsing gebouwd. Arend. Arend, ja. En dat kwam zo. Hij had zijn vrouw ziek. Ja. En ze hadden geen kraam. Nou, dan hadden ze mij dus gevraagd om hier te komen staan. Dat wou ik eerst niet. Maar toen heb ik, omdat ze ziek waren, heb ik ingevallen. En nu ben ik er nog hier. Ja, maar ik ken Arend ook heel goed. En Arend is nog geen 2,5 jaar geleden is hij er niet meer. Hè? Die is overleden, helaas. Maar nou zie ik dus daar, als ik daarnaar kijk, naar die mooie boot. Kun je daar eens wat meer over vertellen? Over dat, wat is het? De zeven provinciën, hè? De zeven provinciën, nou, alle ja. Ben je... Ja, ik loop even, als jij nou daar die kant in, dan loop ik die kant helemaal op, ja? Ja, dames en heren, ik loop eventjes richting Betters. Want Betters die gaat wat vertellen over zijn zeven provinciën. En ja, het is natuurlijk het is heel bijzonder dat hij dat allemaal doet. En dit is dan de zeven provinciën, die zien wij hier. Wat een bijzonder mooi schip, Betters. Ik had van de winter had ik verbouwing thuis en toen ben ik nog een... Wat zei je, Betters? Ik had van de winter een verbouwing en een paar restauraties klaargemaakt. Ik dacht, hey, ik ga de zeven provincies maken, maar dan anders. Dan ga ik hem aan de ene kant compleet maken en aan de andere kant kunnen de mensen zien wat het is. Oh, dus je kunt erin kijken, Betters. Oh, dat lijkt me wel heel erg leuk. Ja, doe maar. Laat maar eens even zien. Nou, dames en heren, nou draait hij dus de zeven provinciën om. En dan kunnen we er binnenin kijken. De vaatjes bier staan er alvast in. Ja, de wijn staat. Ja, die zijn eruit. Moesten eerst aan dezelfde denken voordat het schip klaar was. Ja, uiteraard. Dus, en de knolletjes staan er wel halverwege in. Wordt met geschud. Ja. Dus ze kunnen er aan gaan. De rum staat erin. Nou, wat moet je nog meer? En dit laat je nu ook zo? Dit wil ik zo laten. Ja. Nog wel ietsje uitbouwen, een klein beetje. Maar dan laat ik zo. Dan kunnen ze zien wat voor werk het is. Inderdaad. Want er zit geen ene spijker in en alles wordt gelijmd met houten pennen. Juist, dus echt op de ouderwetse manier? Ja. Want dan kun je van voren ook nog goed zien dat het in elkaar zit. En wanneer ben je hier nou aan begonnen? 2 maanden terug. Je bent wel sneller bouwen, Betters, of niet? Ik heb met 2 linkse handen. Met 2 linkse handen. Ja, maar ik kan me nog herinneren, Betters, want ik kom ook uit Meppel natuurlijk, dat jij zelf een groot jacht hebt gebouwd, hè? Ja, aan de Gasgracht. Aan de Gasgracht, ja. Ja, die was 11 meter. En die heb ik 28 jaar gehad. En ik weet ook nog dat er heel veel commentaar op kwam, hè? Ja, heel veel commentaar. Maar hij legt niet goed, hij vaart niet. Hij markeert van alles aan. Maar hij was wel goed. Hij was zo goed, ze konden me nooit bijhouden met varen. Juist, dat is prima. Ik vind het een mooi verhaal en ik vind het ook fijn dat wij nou samen even erover kunnen praten. Want er staat hier natuurlijk heel veel, mooie boten. Ik zie de Smit, Rotterdam. En ja, een prachtige mooie oude zeesleper is dat. Hè? Ik bedoel, ik zie er nog... Eigenlijk nog een grote. Ja. Die was nog groter. Ja, dat weet ik. Dat is ook al echt. Ja, maar ik wil je in ieder geval bedanken voor het interview.
En we spreken elkaar volgend jaar nog een keer weer, of niet dan? Dat is wel te hopen. Ja, bedankt. Want ik heb geen tijd om mijn handen te zoeken. Nee. Ik kan niet wachten. Nee. Maar dames en heren, ik ga even afsluiten. Dames en heren, dit was Betters. En dat is een oud Meppeler en die maakt prachtige mooie boten. Die hebben we nou net in beeld gehad. En hierbij sluiten wij. Ja, dames en heren, en zo is er een einde gekomen aan onze rondwandeling, zeg maar, hier op het Grachtenfestival. En ik moet u zeggen, we hebben van alles gehad. We hebben hier regen gehad, enorm. We hebben wind gehad, gigantisch. En nu schijnt de zon weer fantastisch, dus wat willen we nog meer? We zijn begonnen bij deze boot, dat u ziet, en we eindigen ook bij deze boot. Ik wens u een veel kijkplezier nog bij ons bij DNO Media. Dit was Wim Ogries en Farah Abdi voor DNO Media.